Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Bits & Bytes. Op 25 mei gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in. En deze zal behoorlijke impact hebben op elke tandartspraktijk in Nederland. Wij gingen langs bij tandarts Henriëtte Broer in Utrecht, die al de nodige voorbereidingen heeft getroffen op de AVG. Nou, ik heb de webinar gevolgd via de KNMT-site en ik heb ook een workshop heb ik gevolgd ook via de KNMT. Dus zoveel mogelijk informatie vergaard om, te kunnen voorbereiden op de AVG. Wat is het belangrijkste dat je van de workshop hebt geleerd? Nou ja, vooral eigenlijk het tijdig beginnen daarmee. De hoofdverwerkersovereenkomsten die gesloten moeten worden. Of de verwerkersovereenkomsten, dat je daar toch wel aan moet beginnen. Ik had de hoop dat er toch al wat zorgverleners zoals de ziekenhuizen, de verwijzers al met overeenkomsten komen. Maar ja, we zitten nu begin mei en 25 mei is het zover. Ik heb er nog geen gezien, dus ik hoop dat dat binnenkort komt. En anders zal ik toch zelf ook daar verder mee aan de gang moeten. En viel het al mee, de hele voorbereiding op de AVG? Ja, ik ben er best wel even mee bezig geweest en nog steeds. En wat ik ook merkte, je moet je natuurlijk ook je gegevens versleuteld versturen. Ik merk ook dat bijvoorbeeld je aanmelden bij zorgmail, dat er momenteel ook best wel lange wachttijd is, omdat iedereen zich nu aanmeldt. Dus al met al heb je toch best wel wat voorbereidingstijd nodig. En welke tips heb je voor tandartsen die zich ook aan het voorbereiden zijn? Ja, vooral erin te verdiepen en niet uitstellen, want het is toch best wel, het heeft toch wel even tijd nodig. Dus begin tijdig. Ja. Ga je vol vertrouwen de 25 mei tegemoet? Ik ga wel vol vertrouwen en ik ben benieuwd hoe de collega's, ik heb het al een beetje om me heen gevraagd. Maar iedereen is er toch wel druk mee bezig en we vinden het toch wel een beetje spannend. Dus ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat. Tot slot, wil jij dagelijks het laatste nieuws uit de mondzorg in je mailbox? Abonneer je dan op KNMT Dagnieuws. Het is gratis en exclusief voor KNMT-leden. Ga naar knmt.nl/dagnieuws. Dit was het weer voor deze week. Tot de volgende Bits & Bytes.